Balas, leuk dat je eindelijk bij mij aan tafel zit, man. We kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. We begonnen toen ik zelf begon met de FP-cursussen te gaan doen en zo. Um, ik wil gelijk met je in allerlei materie gaan duiken, zodat onze luisteraars uh, ja, toch een beetje een idee gaan krijgen waarom biomechanica echt, denk ik wel, het meest onderschatte onderdeel van gezondheid is. Want mensen weten niet eens wat voor impact het, he het heeft als je dat verbetert, laat staan dat ze dat moeten zoeken in hun reis naar gezondheid en een pijnvrij bestaan dus daar gaan we lekker in duiken en uh, we hebben al wat dingetjes besproken wat we willen de review laten passeren maar allereerst kan je ons publiek kan je ons even delen met ons hoe jouw reis is begonnen waar het een beetje is uh, ontstaan ook met betrekking tot je eigen klachten en zo ja dus ik ben met functional patterns sinds zes jaar bezig ik ben eigenlijk in 2016 begonnen uh, eerst voor mezelf uh, voordat ik human biomechanics specialist werd was ik uh, kraterdocent en ik heb twintig uh, jaar lang wedstrijd karate gedaan. Eerst, uh, eerst ben ik in uh, Hongarije begonnen. Daar ben ik geboren. Uh, al zesjarig jongetje. Hebben mijn ouders mij meegenomen naar een karate training. Uh, en uiteindelijk, uiteindelijk bleef ik dat twintig jaar lang doen. Welke, welke vorm karate ook weer? Uh, ik heb WKF, dus de Olympische vorm van karate gedaan. Uh, mm -hmm. En uh, Shotokan als oh, ja. stijl. Ja, 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 ja. Ja. Dus uh, eerst heb ik het tot mijn vierde in Hongarije gedaan. En daarna zijn we naar Nederland verhuisd. En hier ben ik ook verder gegaan. Eerst in Den Haag en daarna in Rotterdam. Mm -hmm. uh, met Kraten. Had een redelijk succesvolle carrière. Uh, ik ben drie keer Nederlands kampioen geworden. Onder 16, onder 18, onder 21 jaar. Uh, maar uiteindelijk uh, heb ik ook wat blessures opgelopen. Uh, ik was het eigenlijk al gewend vanaf mijn viertiende om constant pijntjes te hebben. Mijn overtuiging was dat. Wat bij, bij sport. spo sporten hoort. Dus uh, ik weet dat ik de, dat de eerste keer dat ik zelf gekraakt ben, bijvoorbeeld door een chiropractor, was ik denk ik 14. Uh, en ik heb het vaker meegemaakt, tijd, bijvoorbeeld tijdens trainingskampen of tijdens wedstrijden, dat mijn SI vast ging zitten. Of ik, ik kreeg een schouderklacht. Of uh, ik kom bijvoorbeeld, totdat ik met FP begon... Denk ik tien jaar lang niet op mijn rug slapen, omdat ik een hele holle, holle rug had. Oh, dat dus niet, dat zorgde voor heel veel spanning. Uh, dus ik sliep altijd op mijn buik, als mm -hmm. voorbeeld. Mm -hmm. uh, dus ik had een redelijk succesvolle carrière. Uh, alleen op mijn 23ste uh, begon ik echt uh, heupproblemen te krijgen. En de onderrugpijntjes, wat ik al altijd ervaarde, werden eigenlijk steeds erger. Eerst begon het eigenlijk als een pijntje. Ik dacht er niet zoveel van. Het was maar een 2, 3 op een schaal van 10. Mm -hmm. Maar uiteindelijk werden het steeds erger en erger en erger totdat het echt een 8 van 10 was. Um, alleen toen de tijd was ik nog niet zo slim. Dus ik ben eigenlijk met, uh, met wedstrijden doorgegaan. Ik heb nog na dat, zelfs nadat de pijn redelijk erg was, ben ik nog twee jaar doorgegaan met wedstrijden omdat het echt mijn identiteit was. Ja. Dus ik zag mezelf als karate. Als mar martial artist, ja. als sporter. Heel mijn identiteit was daarop gebaseerd. Dus ik ben nog lekker met Pijnstealers twee jaar doorgegaan. Klasse. Lekker 2, 3000 uh, milligram paracetamol. Uh, Wat was je toen? Ik was toen 3,24. Ja. En um, was het nou tijdens de reis, of uh, tijdens je karatecarrière, om het zo te zeggen, dat je FP ontdekte, of was het pas daarna? Uh, ik was dus. Ik was 3,24 toen ik echt klachten begon te krijgen. Ik ben nog twee jaar met, uh, met wedstrijden doorgegaan. Maar daarnaast gaf ik vanaf mijn 19e of 20e uh, ook lessen. Dus ik, uh, ik gaf training aan een uh, wedstrijdselectie mm -hmm. bij een club in Rotterdam. Um, en ik bleef wel doorgaan met lesgeven. Alleen op een gegeven moment stopte ik wel met, me, me, met wedstrijden. Dus ik was denk ik rond 25 toen ik, toen ik met wedstrijden stopte. Maar ik ben daarvoor nog twee jaar doorgegaan met pijn. Uh, ik probeerde wel een oplossing te vinden. Mm -hmm. Dus zelfs toen ik nog steeds met wedstrijden bezig was. Dus uh, ik ben bij fysiotherapeuten geweest. Ik ben bij chiropractoren geweest. Uh, ik probeerde yoga, crossfit, traditionele krachttraining. Pilates? Alle, pil ik heb een Pilates docent ingehuurd om één op één uh, met haar te werken. Ik heb alle mobility dingen geprobeerd. Wat je kan verzinnen van de FRC tot... Animal Flow, alles supple Leopard, uh, supple leopard uh, ja dat boekje had ik ook. Alles wat je op YouTube kan vinden, heb ik geprobeerd om uiteindelijk een, uh, een, een oplossing te vinden voor de pijn, wat ik ervaarde. Dus ik had voornamelijk heup uh, en SC-pijn, wat mm -hmm. uite uiteindelijk ook naar mijn knie trok. Uh, op een gegeven moment liep ik echt als een, een pinguïn, Dus dat was niet zo fijn. Mm -hmm. um, en uiteindelijk ben ik naar een acupuncturist gegaan. Dus dat was eigenlijk de eerste ervaring... wat voor echt een radicale verlichting van de pijn zorgde. Okay. Dus de eerste, se eerste acupunctuur sessie. Um, wat ik had, in het begin van de sessie... had ik denk ik een pijnniveau van een 7 of 8. Toen ik daar wegliep, na anderhalf uurtje... was de pijn maar een 2 of 3. Nice. Nou, dit was al een eye-opener. Omdat voordat ik bij die, bij die acupuncturist belandde... Uh, kreeg ik al zes verschillende diagnoses van zes verschillende artsen. Ze hebben één MRI gemaakt. Gebaseerd op die één MRI kreeg ik zes verschillende diagnoses. Eén dus okay. iemand uh, wilde mij, uh, heeft me verteld dat ik een bilaterale heupdysplasie had. Mm -hmm. Dus dat, de, dat mijn heupkom eigenlijk te klein is zeg maar, voor, de, voor de kop van de femur. Mm -hmm. En daardoor ontstaan die klachten. Uh, twee mensen hebben mij verteld dat ik waarschijnlijk een beschadigde labrum in mijn, mijn heup heb. En drie andere mensen zeiden dat, dat, ik, dat ze niks bijzonders zien in de MRI. En dat ik het waarschijnlijk met fysiotherapie en met meer conservatieve. Zie maar hoe dat het echt maar uitmaakt wie dus de diagnose leest of geeft, wat mogelijk het pad wordt van je gezondheidsreis. Hetzelfde als je onder het mes gegaan of iets dergelijks. Ja, dus, dus uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om uh, geen operatie. Uh, te ondergaan. Werd wel voorgesteld, toch? Bij Het werd voorgesteld. Dus uh, de meneer die, die de heupdisplaatsing constateerde, heeft me een hele, uh, hele radicale, radicale operatie voorgesteld. Het heette uh, ganz osteotomie mm -hmm. oh. uh, <laughs> Shit eruit hakken. Uh, ja, hakken, zagen, boren, met schroeven vastzetten. Dus dat leek me niet zo fijn. Hij ah, is eigenlijk uh, een Dus ik, ble ja, ik bleef. En ik heb ook uh, online gecheckt wat soort ervaringen andere mensen met die operatie hebben gehad. Mm -hmm. uh, ja. Wat kan je verwachten na de operatie? Hoe lang is de herstelperiode? Hoe ziet het eruit? Dat was al niet zo over, overtuigend voor mij en mijn, in, mijn overtuiging was dat ik was altijd dat ik alles, moet, alles wat er mogelijk is moet proberen voordat ik een Operatie ondergaan. Precies. Dus. Uh, acupuncturist? Ja, dus ben ik naar een acupuncturist uh, gegaan. Dat was via een kennis van me. Hij heeft me de, de gegevens zeg maar, van een acupuncturist, uh, acupuncturist doorgestuurd. Deze man werkt uh, zowel als Westerse arts als uh, Chinese geneeskunde practitioner in Amsterdam. Dus hij combineerde uh, het Oosterse gedachtegang ook met de Westerse, omdat eigenlijk. De waarheid ergens tussen de twee zit. Mm -hmm, mm -hmm. Dus westerse geneeskunde heeft ook zijn rol als het om acute uh, problemen gaat. Ja. Uh, Chinese geneeskunde is heel goed in preventie bijvoorbeeld en ook in het aanpakken van onderklachten via mm, Oosterse methodiek. Oosterse methodiek. Ja, ja, ja. Uh, dus hij geloofde niet dat de een of de andere de waarheid is. Dus, uh, en het sluit de andere ook niet uit, ja, natuurlijk. Precies. Dus het uh, is dus na die sessie. Uh, liet hij mij Anatomy Trains zien. Een boek van Thomas Myers, wat om de myofasciale meridianen gaat. Uh, en via dat boek heb ik he, uh, de content van Naudi Aguilera gevonden, de oprichter van Functional Patterns. Dit was uh, Dit was in 2015, begin 2016. Mm -hmm. uh, met acupunctuur, mijn ervaring was dat de pijn gelijk minder werd. Dus dat was al een eye-opener van... Oké, okay, misschien zijn het niet mijn botten en mijn gewrichten en het kraakbeen, wat helemaal stuk is... Maar het ligt ook aan de spieren en aan, aan de staat van het bindweefsel, mm -hmm. uh, wat voor de pijnsignalen zorgt. Want mm -hmm. als ik helemaal kapot was, hoe kan het zijn dat een paar naden voor zo'n radicale vermindering van de pijn zorgt? Ja, daar, dus kom dus niet dat, bij het dat bord, liet me al een nee. beetje nadenken: van, oké, okay, misschien, misschien heb ik die operatie niet echt nodig um, o, o. en er is een andere manier om mijn problemen op te lossen. Nou, met acupunctuur moest ik wel om de twee weken, om de week terugkomen. Uh, want de pijn bleef wel terugkomen, maar elke keer zorgde wel de sessie voor verlichting. Ja. De pijn is nooit volledig verdwenen, maar het, het, heeft, het heeft wel geholpen. Ja. En het was al een, uh, een eye-opener van oké, okay, misschien moet ik echt de spieren en het bindweefsel en de fascia aanpakken. En daar, daar moet ik de antwoorden vinden. Het ligt niet per se uh, aan de botten. En, uh, en aan de morfologie. Nou, dat is wel vaak wat tegenwoordig gebeurt, ook in de visiowereld. Als mensen dan een verwijzing krijgen om een gct de MRI te maken, dan zie je wel wat meer. Alleen heel veel dingen zie je niet. En dan probeert men toch een conclusie te trekken op basis van de informatie die ze wel zien. En dan kan het zomaar zijn dat je een verkeerde diagnose krijgt. Je hebt vast wel ook klanten gehad die bijvoorbeeld te horen hebben gekregen, je hebt een hernia, dus dat, dat zijn de klachten die je hebt, uh, dat is waar je klachten vandaan komen. Krijgt een operatie, is er niks aan veranderd. Wat misschien te maken had met iets van een piriformis betrokkenheid, whatever. Dat, dus dat, dat soort dingen gebeuren vaak. En dat, uh, ja, wat je zegt, dat hoor ik wel vaak van klanten: dat, uh, dat het niet En helemaal... die heupdisplasie kan werkelijk nog steeds daar zitten. Uh -huh. Het kan, kan ook een functionele adaptatie zijn. Door, door, sport. De, door de sport, door ja. de belasting. Dus je ziet het ook vaker bij dansers, bij, uh, bij vechtsporters. Ja. Dus het kan ook eigenlijk een functionele adaptatie zijn. Hoe heb je uiteindelijk die klacht nog gefixt? Nou, uiteindelijk heb ik uh, via Unarmy Trains... Uh, heb ik de content van Naudi gevonden op YouTube. Uh, eerst heb ik uh, het boek Power of Posture gekocht. En daarna... Um, toen had hij nog een paar andere online programma's... Uh, wat je kon downloaden. Dus die heb ik ook uh, gelijk aangeschaft. Uh, want het maakte gelijk sens. Mm -hmm. Dus ik, ik zag hem bewegen. En ik... omdat ik van een karate-achtergrond kwam... Als Als docent, als, al al als, als wedstrijdsporter... Toen ik hem voor het eerst zag bewegen, zeg maar, wat hij deed, maakte gelijk sens. Dus ho hoe hij kracht genereerde door, uh, door rotatie toe te passen in zijn bewegingen, uh, ma maakte gelijk sens. Dus, dat, dat is gelijk dat, logisch. Dat, het, ja. het, 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 klonk, het klonk logisch en intuïtief snapte ik ook dat, dat wat hij doet gewoon goed is en dat het natuurlijk is. Ja. Um, dus ik heb de online, online programma's van Naudi toen uh, gekocht en daarna in 2016... Uh, zag ik op Instagram uh, dat een practitioner, uh, Alex Parenko in Rotterdam. Uh, de eerste Functional Patterns Gym uh, heeft geopend in, uh, in Rotterdam. Um, dat gebeurde, dit gebeurde binnen een periode van zo'n zes maanden. Dus eerst heb ik de producten gekocht en daarna zag ik zes maanden later op Instagram dat er nu een FB gym in, uh, in, uh, in Nederland zit. Mm -hmm. Ik heb gelijk een afspraak ingepland bij hem. Um, en na een sessie of vier, vijf. Heb ik me gelijk ingeschreven voor een, uh, voor een Human Foundations cursus? Dus dat, dat is de eerste opleiding binnen het Functional patterns Systeem na de online programma's. Um, ik heb me gelijk daar, uh, daarvoor ingeschreven en ik ben naar Malmö gegaan. Um, in Zweden? Om, ja, in Zweden uh, om daar die cursus te volgen. Uh, met twee intenties. Eén, om mijn eigen problemen op te lossen. Want ik voelde al na 4, 5, 6 iets dat er verbetering in zat. Dus, mm -hmm. uh, maar uh, ik ben iemand die ook. ...echt wil snappen wat, wat er gaande is. Dus, dus ik, ben, ik wil niet van iemand anders afhankelijk worden. Ik wil niet van een coach of een therapeut afhankelijk worden. Ik wil ook zelf, zelf mijn zijn. eigen problemen op kunnen lossen. Ja. Uh, tuurlijk is het handig om begeleiding te krijgen. En we hebben allemaal feedback en coaches... ...en, en, en docenten, leraren nodig uh, op ons pad in het leven. Um, maar ik, ik, heb, ik had nooit verwacht dat iemand anders mij gaat fixen... Maar ik zocht zoek, ik zoek meer begeleiding. Dus uh, ik ben naar de cursus gegaan. Na de cursus ben ik nog steeds doorgegaan bij Alex. Um, uh, in de praktijk in Rotterdam. Uh, en daarna in 2017, augustus. Dus dat was zes maanden na uh, de cursus in Zweden. Uh, ben ik naar Seattle gegaan. Uh, om bij Naudi twee weken lang cursus te volgen. Toen de tijd had je nog uh, de... Had je nog opleidingen van twee weken. Dus uh, dat was echt hardcore, acht uur per dag trainen. Uh, en waar het echt om ging, was, was ja, we moesten meer uitvogelen hoe Nou die denkt. Dus, omdat de opleidingen ietsjes langer waren toen de tijd. Um, hadden we ook iets minder structuur. Mm -hmm. En waar het vooral om ging, dus, was het begrijpen van Now die zijn gedachtegang als Tom problemen oplossen gaat. Um, de, uh, en aan, de, aan de andere kant wilde ik het ook voor mij... Uh, wilde ik het ook als strength and conditioning... en als prehab bij mijn karate studenten toepassen. Dus uh, ik trainde uh, een groep kids van 11 tot 18 jaar. Uh, ook zij hadden vaak last van kleine pijntjes. Kleine dingetjes. Uh, dus ik wilde, ik wilde voorkomen dat zij ook... op een latere leeftijd echt langdurige blessures krijgen. Mm -hmm. En ik zag ook... Je be, hoe je performance kan verbeteren door het verbeteren van biomechanica. En hoe functional patterns heel goed met, uh, met, uh, met vechtsport en met martial arts samenwerkten. Ook dus, als het om performance gaat. Ja. Uh, dat zie je ook vaak bij functional patterns. Mensen willen een label erop plakken. Dus sommige mensen uh, komen in aanraking met functional patterns. Uh, Omdat zij een, een klacht of willen lossen. Dus ze, ze denken van nee, het is alleen therapie, het is alleen maar. Een om, het is een manier om van klachten af te komen, en um, that's it. Mm -hmm. Andere mensen zien misschien eerst een filmpje van Kijke, die worstelaar die wereldkampioen is geworden, en dan denken ze van nee, functional patterns is alleen voor uh, topatleten. Het is alleen, om, alleen voor strength and conditioning. En je ja. moet een atleet zijn om FP te doen. Eigenlijk is het beide. Dus als je biomechanica aanpakt, uh, kan je zowel van pijn afkomen uh, als sportprestaties verbeteren en alles ertussen, dus ook voor longevity, algemene gezondheid. En dus uh, aan het einde van uh, 2018, of uh, sorry, nee, op een gegeven moment werd het 2018. No. Toen deed ik Human Foundations, toen leerde ik jou kennen. In uh, juli was het volgens mij. No. juni of zo. Dus toen werkte je al als trainer, toch? Ik in 2018 wel. Dus toen ik uit uh, Seattle terugkwam, ben ik gelijk aan de slag gegaan um, uh, als personal trainer. Eerste bij een kleine personal training studio in Voorburg... naast Den Haag. Um, het was een goede omgeving om te starten. Uh, omdat het echt alleen maar een... Het was een, een studio... Uh, wat echt alleen op personal training focuste. Dus het was geen grote globo-gym. Mm -hmm. uh, alle trainers die daar werkten... werkten één op één met hun klanten. Dus Het was, het was wel een goede manier... Uh, om aan de slag te gaan. En ook om te kijken... oké, okay, hoe vind ik het om met... Gewone mensen te werken. Dus tot dan heb ik alleen met, uh, met sporters gewerkt. Het was ook een wedstrijdselectie. Dus het waren kids die al. gedisciplineerd disciplineerd waren. gefocust waren, echt het doel hadden. Um, dus ik, ik wilde kijken hoe het is om met een andere doelgroep te werken. Uh, en nu zitten we vijf jaar verder. En ja, want dat is dus wel interessant, hè? want jouw achtergrond was qua studie economisch. Je hebt een tijdje bij Adidas gewerkt. En kan je mij vertellen, want hoe kan het nou dat je dus, je hebt geen medische achtergrond, je hebt het op je, op je eigen manier, heb je eigenlijk bij de FP-training ingegaan om het zo te zeggen de opleidingen heb ja. je gaan doen, die ook niet heel lang zijn, met heel veel zelfstudie en veel toepassen. Zou je eens misschien kunnen uitleggen hoe het toch mogelijk kan zijn dat iemand zoals jij, als in geen medische achtergrond, toch fulltime kan werken en mensen problemen kan helpen oplossen beter dan de gemiddelde visio eigenlijk kan. Want jij werkt nu praktisch fulltime met alleen maar klanten die met serieuze problemen komen, chronische klachten krijgen. Um, hoe kan dat nou? Want je hebt toch even tussen haakjes, je hebt er toch een opleiding voor nodig, zoals fysiotherapie of iets dergelijks. Waarom, waarom hoeft dat niet per se volgens jou? Eigenlijk gaat het terug allemaal naar mijn jeugd. Dus ik had eigenlijk ook mazzel. We zijn allemaal het product van onze omgeving. Mm -hmm. Dus ik had heel erg mazzel dat mijn beste vriend, de, beste vriend van de crash toen ik zes jaar was, karate wilde doen. Het was eigenlijk niet mijn idee om zelf daaraan te beginnen. Maar mijn ouders hebben me overtuigd om met hem mee te gaan. En daarna bleef ik dat twintig jaar lang doen. Uh, maar eigenlijk vanaf mijn achtste, dus ik ben op mijn achtste uh, met wedstrijden begonnen bij karate, uh, was ik constant veel aan het kijken. Dus als jonge karateka um, had ik bepaalde voorbeelden die ik wilde imiteren. Mm. Dus uh, een van mijn grote voorbeelden was bijvoorbeeld een Belgisch karateka, Junior Lefebvre, Er was ook een Nederlander. Um, Timothy Peterson um, of Luca Valdezzi, een Italiaanse kampioen. Dus ik, ik bleef... Uh, ik, ik was heel veel film, film aan het kijken. Eigenlijk was, gewoon studeren dus? Ik was aan het studeren. Alleen toen wist ik nog niet dat ik het ooit met Functional Patterns toe ga passen. Mm -hmm. Maar vanaf een hele jonge leeftijd heb ik al mijn hersenen een beetje getraind... om naar beweging te kijken en om dingen te kunnen imiteren. Uh, toen ging het nog heel erg om, de, om die spiegelneuronen... Dus het was echt gewoon imiteren nadoen, ja. imiteren, nadoen, testen. Want ik was ook aan het testen. Want alles wat ik zag in het filmpje moest ik ook tijdens de training of tijdens de volgende wedstrijd daarna ook toepassen. En dan krijg je ook feedback. Mm -hmm. uh, gelijk van, uh, van je omgeving. Uh, of van een scheidsrechter. Of door een punten te scoren tegen tegenstander. Ja, want dat, uh, dat verklaart inderdaad wel waarom het bij jou zo goed matcht. Want FP heeft ook als. Een van de grote uitgangspunten om te kijken hoe topatleten bewegen, niet zozeer hoe ze trainen. Maar eigenlijk heb je dat dus onbewust al heel lang gedaan. Ja. Dus uh, vanaf mijn achtste deed ik dat. Uh, toen had je nog geen slow motion video, je had nog geen YouTube. Eigenlijk moest ik alles uh, downloaden. Ik weet nog dat ik hoe uh, <laughs> ja. uh, oh, heet het? Quicktime. In Quicktime gewoon al die filmpjes aan het uh, aan het kijken was. En uh, maar eigenlijk, ik had ook een beetje daar mozzel mee. Uh, en wat je ook ziet bij Functional Parents is dat mensen van heel veel verschillende achtergronden komen. Dus uh, je hebt mensen die fysiotherapeuten zijn. Je hebt mensen die chiropractoren zijn. Ga door, ja. Je hebt mensen die van een sportachtergrond uh, komen. Um, en iedereen kijkt net anders. Iedereen heeft net een net andere benadering... gebaseerd op hun ervaring. Ja, ja um, Soms wat je ziet bijvoorbeeld... Uh, bij mensen die een visieopleiding uh, hebben gevolgd... of een manuele therapieopleiding... is dat ze het heel lastig vinden om dingen af te leren. Mm -hmm. Voor mij was dat geen probleem. Omdat ik, behalve mijn vechtsportachtergrond... een beetje blanco naar, uh, naar de opleiding kwam. Dus uh, ik hoefde niet met die cognitieve dissonantie te dealen. Van, <laughs> maar ja, ik, ik, ja, tijdens mijn bachelor heb ik dit en dat geleerd. Maar ja, nu zeg nou die dat, ja, de dat tegenovergestelde daarvan... Uh, wat ik, en ik zag bij heel veel collega's dat dat voor problemen kan zorgen. Niet bij, precies, iedereen, niet bij iedereen, maar soms die cognitieve dissonantie kan Ja, daar wil ik op inhaken, want dat, dat heb je, daar heb je echt gelijk in. Dat merk ik ook met stagiaires die bij ons komen. die er komen ook jongens van buitenaf toch, die geen fysiotherapie hebben gestudeerd. Die hebben dus een le relatief lege rugzak, die leren veel sneller aan. En uh, toen ik naar Hawaii ging toen de tijd voor HBS One, bij uh, Functional Parents. Toen zaten we daar ook met heel veel fysio's... en met die Nederlandse dudes natuurlijk. Dus Len, Sander, Christophe uit België en zo. En wat andere buitenlandse fysio's en chiropractoren. En je merkte gewoon dat... je wordt zo geconfronteerd met ideeën... en overtuigingen daarover bewegen... die totaal niet matchen met wat je hebt geleerd op school. En dat maakt het zo lastig om het af te leren. Want zoals je net zei, die identiteit... Um, je, je bent als fysio, als arts in de, in de geneeskundeopleiding, whatever. Al die toetsen die je doet, de diploma's die je krijgt, die bevestigen eigenlijk dat dat wat je hebt geleerd, deel zijn van je identiteit. Daar verdien je vervolgens ook geld mee. En vervolgens kom je dus ergens om iets te leren, wat compleet haak staat op wat eigenlijk je identiteit is. En Ik het denk is dat, altijd moeilijker om dingen af te leren, dan om nieuwe den, dingen aan te leren. Dus, dus precies. niet alleen in de context van theoretische kennis, maar ook bijvoorbeeld bij, bij een sport, bij ja. een vechtsport, of ja. bij tennis, of bij... Hockey. Maar wat zou dan... Stel dat je iets één keer gewoon verkeerd aanleert, het ja. is veel moeilijker om die beweging te corrigeren dan om hem vanaf het begin gewoon gelijk goed aan te leren. Zeker weten. Ja, afleren is inderdaad moeilijker, ja. ja. dat merk je ook in de praktijk als je, merk je ook als je fysio's traint. Hoe zou je dan iemand kunnen adviseren die bijvoorbeeld um, overweegt om een trainer te worden en uh, biomechanica in te duiken? Wat zou je diegene als tip geven? Om goed te worden in je werk, waar start je mee? Want uh, sommige mensen vragen natuurlijk altijd, moet ik fysiotherapie studeren? Moet ik eerst bij iemand in de leer gaan? Uh, vaak denken mensen natuurlijk in dat soort gedachtegangen, maar wat is jou, in jouw ervaring, als je dat hebt meegemaakt, de, de beste soort van doorbraak geweest? Of een inzicht geweest waarvan je denkt van dit is noodzakelijk om een goede trainer te worden met betrekking tot biomechanica? Stap 1 is absoluut een diepe interesse mm -hmm. uh, in biomechanica. Je moet het echt interessant vinden. Ja, het is niet Al, makkelijk. Als je het niet interessant genoeg vindt, ga je ook geen voldoende tijd erin steken ja. om naar een film te kijken, om opleidingen te volgen. Ja. Dus hoe cliché het maar klinkt, je moet er een passie voor hebben. Of mm -hmm. je moet het echt oprecht interessant vinden. Mm -hmm. uh, wat mij heel erg geholpen heeft nog uh, om beter in FP te worden, was eigenlijk, het gaat ook terug naar um, karate-lesgeven. Dus daar moest ik ook heel vaak regressies bedenken. Dus bij vechtsporten heb je hele complexe bewegingspatronen. Uh, sommige kinderen kunnen, kunnen het gelijk imiteren, maar soms moet je bijvoorbeeld drie, vier oefeningen verzinnen om uiteindelijk die hele complexe bewegingspatroon op, uh, van sc scratch op te bouwen. Dus het is vooral bij de gemiddelde persoon die, die geen profsporter is, soms moet je eigenlijk hele complexe dingen um, Makkelijk uit kunnen leggen en makkelijk kunnen maken, of in hele kleine puzzelstukjes op kunnen breken um, om hun biomechanica te veranderen. Dus... Ja. Ik vind dat ook wel, denk ik, een van de meest uh, wat, het, wat een echt een diehard biomechanica functional patterns trainer onderscheidt, is wat mij betreft dat wij de moeite nemen in ons werk. Om dat zeg maar uit te zoeken. Want als mensen zeggen van ja, die, die trainer, hij of zij, uh, traint veel topatleten. Dan denk ik van nou, dan heb je het heel makkelijk. Want hun neuronen zijn over het algemeen veel beter om het zo te zeggen, uh, ontwikkeld. Dus je kunt het snel nadoen of imiteren. Dus als je, als je met veel uh, topatleten of dansers, danseressen werkt, dan pikken ze waarschijnlijk heel snel je shit op. Maar als je met mensen werkt die bij wijze van spreken nooit een dumbbell hebben opgepakt en een scoliose hebben, uh, ga dan maar eens uitleggen hoe je complexe materie. Hoe, hoe je mensen goed laat bewegen. Ja, Dan heb je dus echt wel een mindset nodig, zoals jij zegt, van interesse. Ik denk ook wel echt wat ik met je eens ben: het, het studeren in termen van films kijken, filmpjes kijken, hoe mensen bewegen is een voorwaarde. Anders kan je nooit überhaupt regressies bedenken of stapjes bedenken, want in Visioland, waar, waar ik dan vandaan kom, ben je in het begin gebonden aan protocollen en, en richtlijnen. Alleen daar wordt nooit echt, je krijgt nooit echt per context uitgelegd gekregen. Of geleerd gekregen hoe je dat dan zeg maar helemaal op moet bouwen. Het is altijd heel basis. Oké, okay, strek je benen als dat niet lukt, dan doe je het op deze manier. Als gaan we in een lek-extension apparaat zitten. Die puzzelstukjes maken is, is super lastig. Wat, wat zou dan de volgende stap zijn als je zeg maar uh, dat moet oplossen? Want hoe moeilijk het ons werk ook kan zijn, je zou toch ergens een soort van skillset moeten opbouwen. Is dat mogelijk, denk je, om dat uit jezelf uh, uit te vinden? Of heb je voor jou de FFP nodig bij gehad? Hoe bedoel je nou Ja... Dus de, ja, ik moet het duidelijk uitleggen. Die puzzelstukjes wat je zegt, dus dingetjes regressies maken, mm -hmm. dan zie ik dus voor me. Je, je wilt bijvoorbeeld een persoon leren dat de ribbenkast niet meer naar links kantelt, maar meer naar rechts. En mm -hmm. die persoon moet op het moment dat ze op de voet landen, op de voorvoet, dan moeten de heupen die kant op schiften bij wijze van spreken. Dan moet je dat voor elkaar krijgen, want dat is die persoon te moeilijk voor om te instrueren. Mm -hmm. Dan ga je regressies bedenken. Hoe kom je aan die regressies? Hoe denk je zo? Eerst moet je naar topatleten kijken. Dus je moet eerst de klant of de patiënt slow motion filmen. En daarna moet je de persoon zijn beweging vergelijken met die van een topatleet, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus je hebt het over de hip shift. Yeah. Uh, wat we zouden doen is, we zouden de klant opnemen. En daarna kan je bijvoorbeeld de hip shift vergelijken ten opzichte van wat uh, Usain Bolt of Marcel de Jacobs doet. Daarna, met die regressies of wat wij correct exercise noemen, bij functional patterns noemen we, noemen we het ook vaak training the basics behind the basics. Dus echt met redelijk simpele oefeningen. Redelijke simp redelijk simpele oefeningen. Zou je eigenlijk het nieuw gedrag wat je wil conditioneren. onbewust kunnen maken. Dat is ook belangrijk bij FP. Dus wat het verschil maakt tussen functional patterns en heel veel andere modaliteiten. Is eigenlijk de correct corrective exercise. Wat een manier is om mensen heel vaak van bewust on onbekwaam... naar onbewust bekwaam te krijgen. Dus we skippen heel vaak eigenlijk een stap van... een stap tussen bewust onbekwaam en onbewust bekwaam. Je hoeft niet altijd per se bewust bekwaam te worden. Bij bepaalde dingen kan het niet eens. Klopt. Ja. Dus stel je ziet iemand hardlopen... en met elke stap wat hij zet... elke keer als hij de, als hij de grond aanraakt met zijn rechtervoet... Uh, zakt hij door zijn rechterheup... Je kan die persoon niet verbaal met woorden instrueren om dat niet te doen. Dat is onmogelijk, vooral bij, bij een sprintje. Je kan niet bewust je gluteus medius aanspannen. Mm -hmm. uh, precies op het moment van landen. Dat kan je niet bewust aansturen. Vooral uh, niet in, als je echt heel hard gaat. Als je echt je, ja. heel, hard, heel, heel hard gaat, bepaalde dingen kan je wel doen misschien. Uh, bewust buigen. Dus, wat, ja. wat je met je arm doet of uh, de knieheffing. Precies. Maar. Bijvoorbeeld, ja, wat er gebeurt bij je met je si gevecht bij de landingfase van een, hmm. bij een sprint. Dat zijn dingen wat je niet bewust aan kan sturen. Precies. Tenzij je misschien een, een super atleet bent en, en je kan mensen heel goed imiteren, maar de gemiddelde persoon kan dat niet. Nee. Dus uh, dat is echt de uh, secret sauce van uh, Functional Parents. Uh, finding the basics behind the basics. En, ja, precies. We hadden het net ook over, hè, over um, om, zeg maar, even kijken hoe ga ik die invliegen... Dus normaliter is de consensus dat de manier hoe we bewegen en spieren aanspannen, dat kan je oefenen door heel bewust bekwaam te worden, door bijvoorbeeld een dumbbell op te pakken, te kijken naar je arm, hoe je bijvoorbeeld een flexie maakt, of hoe je in een apparaat zit, hoe je een deadlift uitvoert. Allemaal gedachten erbij, hoe je dat moet doen, mensen die je theoretische uitleg geven en coaches, omdat je via het zenuwstelsel de spieren gaat aanspannen op een X manier. Waar jij en ik op een gegeven moment natuurlijk achter zijn gekomen is dat het fascia ook een hele grote rol speelt in de aansturing... En, en de beweegpatronen die we maken... die niet altijd onderhevig zijn aan het zenuwstelsel. Dus niet altijd bewust worden doorgevoerd... en dus een andere manier vergt om dat fascia te trainen. Om dat fascia te kunnen trainen hebben we er net hebben we het even besproken... Van, daarvoor is het soms belangrijker om iemand eerst uh, bewegingen te laten schrappen... in plaats van zomaar te zeggen dat ze meer zouden moeten doen. Daar wilde ik nog even op inzoomen. Wat bedoel je precies met... oké, okay, als iemand kon bewegen kunnen ze soms beter... Niet bewegen dan wel bewegen. Ja, heel vaak hoor je het advies van. Ja, je moet gewoon bewegen, je moet meer bewegen. Oh, heb, heb je last? Ben je voel je je een beetje stijf? Ja, dan moet je gewoon meer, be meer gaan bewegen, toch? Ja, of <laughs> alle, bewegingen, alle bewegingen zijn beter dan niet bewegen. Je kan ja. altijd wat doen dan niks doen. Het is beter als je fiets en toch naar de gym gaat dan dat je op de bank blijft zitten. Precies, zeg maar. je kan ja. beter gaan spinnen, beter een, be, een beetje yoga, doen, yoga gaan doen, een beetje dit, een beetje dat doen dan niks doen. Dat, iets doen is altijd beter dan niks doen. Dat is een beetje uh, de overtuiging bij heel veel mensen. Ja. Ook als mensen naar me toe komen, heel, heel vaak tijdens uh, uh, een intro sessie. Mensen raken enthousiast en dan gaan ze gelijk vragen stellen van ja, maar oké, okay, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Oké, okay, ik, ik ben hiervan overtuigd. Dit klinkt logisch. Het voelt ook, voelt ook lekker. Wat moet ik doen? Het is super belangrijk wat je gaat doen, maar soms is het net belangrijker wat je niet doet. Precies. Dus daar moeten, daar moeten we altijd eerst mee beginnen. Uh, iedereen heeft bepaalde copingmechanismes. Kan, maar kan ik wel nog blijven squatten dan? Is Be het nog mogelijk dat bepaalde, ik... Bepaalde, ja, dysfunctionele gedragspatronen. Nee. Dus heel vaak is het belangrijker om eerst te kijken... naar wat mensen niet moeten doen... Mm -hmm. dan wat ze wel moeten doen. Mensen willen gelijk dingen toevoegen. Dus stel, ze hebben last van hun onderrug... Uh, maar ze zijn nog steeds met 140 kilo aan het backsquatten... en ze doen military presses met 80 kilo. Veel, veel van die mensen komen naar FP... En dan proberen zij een, een trucje, te, trucje te vinden of die ene corrective exercise wat hun van al hun problemen gewoon uh, af gaat helpen. Waardoor ze nog wel kunnen blijven doen. Waardoor ze nog ja. steeds door kunnen gaan ja. met de dingen wat eigenlijk de pijn veroorzaakte of tenminste bijdroeg aan, uh, aan de ja, pijn. Ja, precies. Uh, eigenlijk heel vaak moeten we eens kijken naar wat mensen niet moeten doen. Niet alleen qua bewegen. Het gaat ook om andere uh, leefstijlpatronen. Dus bijvoorbeeld voeding. Mensen vragen van oké okay, ja maar wat moet ik eten om uh, optimaal te herstellen of optimaal te presteren. Ook daar moeten we vaak beginnen met eigenlijk wat mensen niet moeten eten. Dus heel vaak als het om pijnklachten, rugklachten, hormonale problemen gaat, een van de eerste dingen wat we afraden bij mensen is het uh, consumeren van granen. Mm -hmm. uh, dus in plaats van kijken oké okay, wat moet je toevoegen, welke supplement moet je nemen. Uh, welke medicatie moet je nemen. Uh, is het handiger om eerst te kijken naar wat je juist niet moet doen, niet moet consumeren. Uh, en daarna kan je kijken wat je, wat je kan toevoegen. Want oh, dat werkt inderdaad ook makkelijker om mensen eerder te zeggen wat ze niet moeten doen dan ze een keuze te geven uit heel veel dingen, denk ik. Niet altijd. Want heel vaak gaan mensen ook focussen op de dingen wat ze niet mogen doen. Dus bijvoorbeeld als, ah, iemand, ja. als ik iemand een lijstje geef van. Dus bijvoorbeeld, ik geef mensen vaak voedingsadvies. Krijgen ze echt een lijstje van 350 dingen? Je hebt drie rijen. Groen is dingen wat ze wel mogen eten. En dan heb je één rij van, van, gewoon, uh, van, van, uh, van voedingsbronnen wat ze moeten vermijden. Mensen gaan echt heel vaak. Naar die vijf dingen, gewoon of ze gaan op die vijf dingen focussen wat ze niet mogen eten, in plaats van de 300 andere dingen wat ze, wat ze wel mogen eten, maar ze blijven echt gewoon loopen ja. op dat ene ding van: ja, wat moet ik doen? Wat, wat moet ik voor ontbijt eten als ik uh, geen brood ga eten? Ja, ineens is het stort de wereld. Of, of stel dat ze huidproblemen hebben en we raden het af om, uh, om eventjes lactose uh, te consumeren. Ja, maar ja, wat moet ik doen met, met mijn yoghurt? Of ja, ik vind mijn kwark zo lekker. Ja. Ja. In plaats van focussen op de 300 andere dingen. Ja. Ja, dat is wat mensen niet verwachten als ze met, als ze met mensen zoals ons, met FP-trainers werken: is dat bewegen is wel onze ingang. Ik denk dat het voor jou hetzelfde is. Maar uiteindelijk komen ze erachter dat er heel veel meer gedragingen bij personen een rol spelen die zorgt voor die klachten. Um, ook op het mechanische. Dus buik-darmproblemen uh, kunnen re resulteren in slechtere houding. Slechtere hormoonpaneel omdat je meer in ontsteking bent. Veel meer stress, veel meer cortisol in het systeem. Ja. Um, hoe krijg je mensen zover? Of heb je wel eens meegemaakt dat mensen zoiets hebben van: ja, maar ik kom niet daarvoor, ik kom voor mijn houding? Wat, wat zeg je dan? Hoe leg je dat uit? Je hebt ook dat soort mensen. Je moet dingen blijven herhalen. En, en sommige mensen kunnen niet alles tegelijkertijd veranderen. Dus wat ik probeer te doen met mensen is kijken naar de. Bijvoorbeeld, top drie belangrijkste dingen ja. wat ze gewoon aan kunnen passen. Ja, zo doen wij dat ook. Dus, ja. bij bijvoorbeeld, een paar weken geleden had ik een intro-sessie met een dame. Die heeft pijnklachten, heuklachten, knieklachten, Heeft slaapproblemen, uh, huidproblemen, energieproblemen, allerlei problemen. Kan jij dat allemaal nou, voor mij opnissen? Ik kan haar een hele, hele lijst van, dingen, van tips en van uh, ja, leefstijl aanpassingen geven. Maar het is niet altijd realistisch om te verwachten ja. dat mensen gelijk. Tien verschillende dingen gelijk aan gaan passen. En het kost ook heel veel energie. Dus, ja. me, dus me, met die mensen, bijvoorbeeld, probeer ik echt naar de low-hanging fruit te kijken. Mm -hmm. Dus in haar geval, bijvoorbeeld, wat is de belangrijkste? Ja, haar energieproductie. Uh, en haar, haar, slaap, haar slaappatroon, haar dag- en nachtritme. Dus dat moeten we, ga, we ja, eerst fixen. Ja. Om te zorgen dat ze daar nou ook voldoende energie heeft om één de biomechanische veranderingen te maken. Mm -hmm. Maar het kost ook, ook energie om jouw gedrag te veranderen. Ja. Dus als je je lichamelijk constant vermoeid voelt, wordt het veel lastiger om discipline te hebben. Precies. En, uh, en, uh, en je gaat anders denken, je gaat andere emoties ervaren, want uh, ja, misschien als je bijvoorbeeld fysiek uh, uitgeput bent, raak je sneller um, uh, emotioneel overprikkeld bijvoorbeeld. Ja. Dus de, het, kan, het kan echt veel stress opleveren, inderdaad, als je mensen te kan, veel tips geeft. Maar, maar, het kan, maar het kan ook andersom. Bij de andere persoon kan dat bijvoorbeeld. Echt een gedragsverandering zijn. Of ze moeten met weet ik veel, een bepaalde sport of een bepaalde vorm van bewegen eventjes stoppen. Ja. Omdat constant voor, uh, voor pijn zorgt. De ene kan sneller gewoon alles veranderen. Bij de andere duurt dat langer. Dus je, je moet elke klant een beetje inschatten. Uh, je moet een beetje aanvoelen. Uh, ja, waar je met iemand kan beginnen. En daarna moet je een stap voor stap opbouwen. We ja. proberen niemand eerst af te breken. Nee, dus ja, we, precies, precies. we proberen mensen op te bouwen. Ja. Want de meeste mensen die naar FP komen... zijn al bij de VTO geweest. Precies. Bij de chiropractor. Ja, ze hebben Misschien hebben, zijn ze al een operatie ondergaan. Dus, uh, ja. ja, de, de mensen die dus zeg maar moeite hebben om te herstellen... we hebben het natuurlijk al vaker over gehad... maar um, op een gegeven moment kom je erachter dat... kijk, als iemand niet herstelt... en er zijn geen gekke ziektes of iets dergelijks aan de hand... of zwaar medicatiegebruik... dan zitten er belemmeringen voor herstel en vaak in de biomechanica, hoe ze bewegen, de energieproductie, dat hangt natuurlijk samen, en dat hun eigen gedragingen eigenlijk het herstel saboteren. En uh, ja, we hadden het erover dat je zei van, ja, die gedragspatronen die mensen hebben die het herstel belemmeren, dat is ook een beetje deel van de identiteit geworden, waardoor mensen zichzelf een beetje in de weg zitten, zeg maar. En dus dat het heel moeilijk is om bepaalde gedragingen te stoppen, omdat het zo deel is geworden van de identiteit. En dat is natuurlijk ook een onderdeel wat we met, met de biomechanica ook benaderen, is omdat Um, even kijken, hoe ga ik dit in het vat gieten? Als mensen van de buitenkant kijken wat FP is, of hoe wij werken, dan zien ze oh oefeningen, een uh, ja, uh, beetje bewegen, rotaties, dimension, dimensionaal, een beetje alle kanten op. Ik denk wel dat ik het begrijp. Maar eigenlijk is biomechanica een, een thema wat zich zo doorlaat zijpelen in allerlei andere onderdelen van het lichaam en, en het fysiek, dat men vaak niet op de hoogte is dat ze hun biomechanica vernachelen door de gedragingen en gedragspatronen die ze hebben. Zou je mij eens een, een voorbeeld kunnen geven van een persoon die jij in de praktijk ziet, die haar gedrag of zijn gedrag zo gekoppeld heeft aan zijn identiteit dat hij daardoor niet herstelt? Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld sporters. Ik heb al mijn uh, eigen story al verteld, over hoe ik bijvoorbeeld met de uh, kratenwedstrijden doorging, omdat dat echt mijn identiteit was. Dus ik zag mezelf als sporter als martial artist. En dat was mijn identiteit. En ik kon dat niet loslaten. Of bijvoorbeeld, ik heb het vaker meegemaakt. Dat uh, bijvoorbeeld mensen die aan crossfit doen. Het heel lastig vonden om crossfit los te laten. Heroïne junkies. Heroïne junkies. En aan, de ene, <laughs> <laughs> aan de ene kant ja, krijg je die dopamine. Die, uh, die, die, die hormonen na elke training. Wat eigenlijk voor ja, wat motiverend kan zijn. Aan de andere kant. Omdat de bewegingspatronen niet optimaal zijn. En niet op onze biologie, menselijke biologie gebaseerd zijn, mm -hmm. kunnen ze ook voor problemen zorgen. Ja. Maar één. Heel hun identiteit is op de identiteit van de Crossfitter gebaseerd. Twee, je hebt ook de community bijvoorbeeld. Dus dat is, dat is ook uh, dat, dat, he, dat heb ik ook zelf ervaren met karate, bijvoorbeeld. Dus uh, als je drie, vier keer per week naar training gaat of zelfs meer, ja, dat wordt echt je community, dat wordt echt je tribe. En we willen allemaal bij een tribe horen. Anders word je afgewezen. Ja, anders word je afgewezen. Anders voel je je geïsoleerd. Ja. Uh, dus ik weet ook bijvoorbeeld dat het heel, heel naar was... om met een blessure gewoon toch naar de training te gaan... en aan de zijkant te zitten. En dan ga je nog steeds observeren of je gaat naar een wedstrijd... en je gaat zelf niet meedoen... maar om, je, om de anderen nog een beetje aan te moedigen. Um, dat is een hele nare ervaring ook, uh, emotioneel. Vooral als je jonger bent, denk ik. Ja. ja, Of als dat echt het bestaansrecht is die jij hebt in de wereld. Omdat jij dat gewicht tilt en... Uh, ja, ik, ik herken heel erg wat je zegt. Ik heb natuurlijk in crossfit gym als eerst gewerkt. En vaak hebben mensen blessures, bouwen mensen blessures op. In mijn optiek zijn dat vaker vrouwen dan mannen. Mannen zijn wat makkelijker te confronteren en terug te draaien. Maar dat bijvoorbeeld dames uh, bepaalde gewichten dragen, uh, sjouwen. Zwaarder dan dat ze zouden kunnen. Maar toch doen om niet onder te doen voor de mensen om hen heen. Zodat ze een plekje en bestaansrecht hebben in die community. Waarmee ze een zelfbeeld, waarmee ze een wensbeeld omhoog houden. Wat niet echt matcht met het zelfbeeld. Dat zelfbeeld... Is niet belastbaar genoeg om die gewicht omhoog te houden. Ja. Heeft misschien hele andere belangen, maar toch proberen ze zichzelf in die situatie, in die community hun identiteit hoog te houden. Waardoor ze zichzelf blesseren, dan komen ze bij ons. Hopen, we, hopen ze dat wij in een of ander foefje hebben dat die blessures weggaan? Om ze weer te stoppen in de omgeving, waarin ze zeg maar hun die identiteit niet kunnen loslaten die hun voor problemen laat zorgen. En dat is dan een moeilijk onderdeel voor jou en mij om te doorbreken. Is daar iets voor? Want ik, ik hoop nu dat we dit soort mensen zeg maar nu een beetje aanspreken die zichzelf herkennen in dit verhaal. Is er iets voor mensen waarmee ze uh, toch kunnen doen wat ze leuk vinden? Of toch voor gezondheid bezig kunnen zijn, zonder dat ze daarmee per se hun uh, uh, beweegprotrones lopen? Zeg maar. Ik denk dat de, het uitgangspunt moet, moet uitgangspunt moet eigenlijk de natuur zijn. Dus we hebben het ook bijvoorbeeld over Jacques Fresco. Uh, eerder vandaag gehad. Um, je moet eigenlijk je waardesysteem eerst aanpassen. Juist. Dus waar haal je jouw zelfbe zelfbeeld uit eigenlijk? En, en, uh, en, en, en ja, wiens validatie zoek je? Zoek je validatie van andere mensen? Of zoek je validatie van natuurlijke mechanismes? Hoe wij nadenken, denk ik, is als je naar de natuur kijkt, de natuur goed observeert, kan je ook de regels van de natuur een beetje begrijpen. En als je, de, als je de regels van het spelletje snapt, kan je ook de regels volgen. En het beïnvloeden en te, be en te beïnvloeden. Ja. En dat kan ook voor optimaal presteren zorgen, optimale gezondheid. Um, en uiteindelijk, het hoeft ook niet altijd zo serieus te blijven. Uh, als je de, de juiste regels volgt, van de, en rekening, natuur. van de natuur en rekening houdt met natuurlijke mechanismen. Uh, kan je bijvoorbeeld een potje gaan tennissen of een potje gaan voetballen? Als het om sporten gaat, bijvoorbeeld, is het wel belangrijk om te kijken okay, welke sp sporten zijn functioneel en welke sporten respecteren eigenlijk onze uh, menselijke biologie of menselijke anatomie niet. Dus we zijn allemaal ontwikkeld om te gaan lopen, hmm. rennen en werpen. Als primaire basis, uh, basisfuncties. Natuurlijk moet je ook andere ding, dingen kunnen doen. Je moet kunnen zwemmen, uh, squatten, springen. Maar die functies zijn minder belangrijk dan lopen, rennen en werpen. Ja. Uh, en er zijn ook sporten wat dat blauwdruk tot blauw totaal niet respecteren. Uh, eigenlijk, met alle sporten, ga je uiteindelijk, als je het op hoog niveau doet en ve ve veel oefent, ga je wat. Asy asymmetrische dingen in je lichaam opbouwen. Dus stel uh, je gaat golven en je traint je golfswing alleen aan de ene kant tien jaar lang. Je gaat waarschijnlijk wat compensaties opbouwen uh, qua rotaties, laterale uh, kantelingen, dat soort dingen. Wat misschien met de uh, met, met performance kunnen helpen. Dus misschien ga je wel beter presteren tijdens een golftoernooi. Maar voor longevity, voor duurzaamheid, is het niet per se. Uh, de meest optimale wat je kan doen. En dat is wel een ah. interessant onderwerp natuurlijk, want dan ga ik een beetje advocaat van de duivel spelen, want ik, ik begrijp precies wat je bedoelt. Ik heb deze discussie heel vaak met de fysio's gehad. die zeggen van, ja, maar ja, asymmetrie vindt heel veel plaats als je kijkt naar heel veel atleten die, die uh, niet helemaal links en rechts gelijk bewegen. Dus dat hoeft niet voor klachten te, te ontstaan. En natuurlijk heb je een, je hebt zeg maar een gemiddelde van, uh, het gemiddelde van de mens. Je hebt natuurlijk freaks of nature die je niet echt als voorbeeld kan gebruiken. Ja. Maar Waarom is het volgens jou van belang dat asymmetrie voorwaardelijk is voor longevity? Aan de ene kant, je hebt er ook. Sorry, symmetrie. Sorry. Symmetrie voorwaardelijk is. Kijk, aan de ene kant heb je er ook universitaire studies over. Over symmetrie. Niet alleen in de context van biomechanica, maar ook uh, hormonale balans. Kan je daar wat meer over. Doen? Mentale gezondheid. Uh, tijdens de masterclass hebben we het ook hierover gehad. Dus uh, bijvoorbeeld. Uh, Universiteiten in de, in, de, in de US hebben studies gedaan naar mentale gezondheid bijvoorbeeld. Dus ze zagen dat mensen die meer angst, uh, angstklachten, anxiety ervaren, vaak asymmetrischer zijn. Uh, de correlatie of de causatie kan beide kanten op gaan. Dus als je, het kan zijn dat als je minder symmetrisch bent qua biomechanica en jouw structuur minder symmetrisch is, dat je daarna ook andere gedachten en andere emoties gaat ervaren. Maar je emoties en je gedachten beïnvloeden ook je biomechanica. Dus precies. De causatie en de correlatie gaan beide kanten op. Uh, je ziet ook bijvoorbeeld: ze hebben ook studies gedaan over vruchtbaarheid bij mannen. Uh, dus we hebben een studie gevonden waar ze het over uh, de zaadkwaliteit van mannen hadden: uh, verschillende factoren wat uh, vruchtbaarheid beïnvloedde en zelfs. Uh, uh, de grootte van de ejaculatie bij, bij, bij meer mannen zaad. meer zaad En echt letterlijk, zeg maar. Bij de symmetrische mannen. Hoeveel, zeg maar, uh, vloeistof wat geëjaculeerd werd, <laughs> dat dat kan, ja, uh, meer was bij de me meer symmetrische mannen. Uh, ook Ziek. in de context van biomechanica uh, kan je studies vinden, bijvoorbeeld over rugby spelers dat ze uh, minder klachten hebben als ze symmetrischer zijn. En het is ook anekdotaal, dus dat zien we heel vaak. We zien het ook in de praktijk. Dus aan de ene kant moet je natuurlijk ook naar peer-review studies kijken. Um, maar als je naar goede sporters kijkt, dus als je naar een Lionel Messi kijkt of een Cristiano Ronaldo, ze kunnen vaak net zo goed schieten met, uh, met hun dominante been als met de non-dominante been. Of uh, ja. de, een goed voorbeeld bij de, ik denk, ik, misschien heb ik het verkeerd, maar ik denk dat het Larry Bird was. Dus Larry Bird heeft ooit een, ja, basketballer, speelde bij de Boston Celtics. Hij uh, heeft ooit een weddenschap verloren. En hij mocht alleen met zijn non-dominante arm scoren bij een wedstrijd. En hij heeft toch 40 plus punten ges gescoord. Sick. Dus uh... ja, die, wat je net zegt over die. Uh, ja, dus er, er is echt inderdaad heel veel research die ook impliceert. dat... Er was één een, een studie die uh, kon bewijzen dat mensen die depressief waren en angstig waren. als ze rechtop gingen lopen, schouders naar achter, borst naar voren, dat ze zich beter voelden. Dus wat je zegt, die, die causatie of die correlatie gaat beide kanten op. Dat wilde dus zeggen, vanuit het mentale kan je, kan je beweegpatronen beïnvloed worden. Maar via je beweegpatronen kan je ook het mentale beïnvloeden. En dat laatste, daar is er gewoon heel weinig research over. De, de biomechanica-studies die er zijn, die zijn hoogstens iets in de trance van. Oké, okay, we gaan een squat doen, maar dan doen we een, een Dynaband ook nog ergens een kant op laten trekken. Dat is een beetje hoe biomechanica wordt gezien in de literatuur. Terwijl hoe wij als FP'ers trainen, houden we met veel meer variabelen en krachtrichtingen rekening. Waarmee ik wil zeggen is dat. Iedereen begrijpt dat je via het mentale aspect bewegen kan beïnvloeden, want als je je beter gaat voelen, ga je misschien ook rechterop lopen. Maar er is nog zo'n groot gapend gat in de peer-reviewed liter literatuur die nog moet eigenlijk moet komen, waarvan wij eigenlijk vanuit onze case studies dan eigenlijk maar alleen kunnen zeggen dat het verbeteren van houding gaat leiden tot beter doen voelen. Voor, voor mij, jij hebt dat vandaag nog gedeeld dat. Um, Hypermobiliteit bijvoorbeeld ook in relatie staat met angstiger zijn, grotere kans op angstiger zijn, toch? Hoe, hoe was dat in jouw optiek ook weer? Wat was de ja, het, het was een studie wat over in, inderdaad hypermobiliteit ging, uh, joint instability, dus instabiele gevechten. Uh, en daar zagen ze ook dat uh, mensen die meer hypermobiel waren, uh, minder stabiele gevrichten hadden, dat ze ook emotioneel en mentaal. Uh, meer instabiliteit ervaren. Wat, wat is volgens jou het mechanisme, als je het zou moeten uitleggen, waardoor slechte of suboptimale biomechanics leiden tot bijvoorbeeld mentale stoornissen, anxiety, angstklachten, dat soort dingen? Hoe kan dat? Aan de ene kant kunnen we echt naar de fysieke pijn kijken, denk ik. Um, als ik naar mezelf kijk, ja, toen ik dagelijks non-stop pijn had, heb ik de wereld heel anders ervaren. Precies. Dan, toen ik, uh, dan, toen, uh, dan, dan wanneer ik van de pijn afkwam. Ja, die, die herkennen mensen denk ik wel vaak. Bijvoorbeeld die hypermobiliteit bijvoorbeeld. Als mensen niet per se pijn ervaren... maar toch is er, is er bewijskracht die zegt... als je hypermobiel bent, instabiel bent... dus niet per se pijn... Nou. Kan je dus, is de kans groter dat je angstiger bent. Ik denk dat het ook teruggaat naar energie. Dus bijvoorbeeld als je hypermobieler bent... ben je ook meer uh, energie aan het verspillen... Precies. door ja. te veel te bewegen. Ja. Dus één ding wat we bij Functional Patterns proberen te doen is verspilling minim minimaliseren ja. in, de, in de breedste context. Dus yes, niet, eten, alleen in, niet, ja. niet alleen in de vorm van bewegen. Dus bijvoorbeeld als je naar een goede sporter kijkt, uh, Roger Federer, je, je hoeft geen tennisspeler te zijn om te snappen dat hij enorm efficiënt beweegt. Yes. Omdat hij geen bewegingen verspilt, geen energie verspilt. Alles wat hij doet is efficiënt. Net als Floyd Mayweather. Daarom Net als Floyd Mayweather. Houdt hij houdt hij hoeft, je hoeft voort. geen prof te zijn of... Uh, of, uh, of uh, Um, ervaringsdeskundige? Ja, ervaringsdeskundige te zijn, om, om te snappen dat wat zij doen gewoon efficiënt is. Yes. Dus uh, dat, dat, dat is zeker één ding. En het is, het, het is niet alleen het minimaliseren van, van verspilling in de context van bewegen, maar ook in alle andere aspecten van het leven, dus waar, waar we het al over hadden. Ja. Soms moet je ook kijken wat je, naar wat je niet moet doen. Ja, precies. Dus zo zie je dus hoe biomechanica door zijn moet, moet doen. Ja, dus dat is wel interessant. Hè? Dus als je dus, zeg, zeg maar... Of stel, we nemen een spectrum die. Uh, we moeten hem zo afronden trouwens, ik heb hem niet op de tijd gelet. Ja. Stel, we hebben een spectrum die. Uh, even kijken. De ene kant van het spectrum is iemand is helemaal loosey-goosey, natte noedels, hypermobiel. En de andere kant van het spectrum is iemand is uh, super, super tijd en vast en strak. Ja. En, en uh, laten we zeggen, afgebonkt, twintig uh, jaar lang, maar niet alleen maar pauw mm -hmm. heeft gedaan. Ergens in het midden zit natuurlijk de balans. Um, als je aan beide kanten van het spectrum zit... is het dus moeilijker om echt op een diep niveau tot rust te komen... omdat ze beide heel veel energie kosten. Ja. En je kan dus niet echt lekker ontspannen... als je lichaam je fysieke spier- en binnenweefselstelsel dat niet toelaat. En ik denk dat dat een beetje is wat wij proberen te doen fysiek gezien. Is om iemand die aan de ene kant of de andere kant van het spectrum te veel beweegt... meer naar het midden te krijgen, om dus echt te kunnen ontspannen. En als men zich dus, nu, dus zichzelf niet echt kan ontspannen... omdat ze te hypermobiel zijn of te strak... Wordt dat volgens mij vaak verdoofd door te moeten blijven sporten? Want dan, dan gebruik je een soort van sport als een anxiety onderdrukker. Ja. Terwijl misschien die anxiety dus komt omdat je fysiek niet biomechanisch goed genoeg beweegt. Wordt het een beetje mee me eens? Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, en het gaat ook terug naar denk ik de verschillende trainingsmodaliteiten. Dus mm -hmm. aan, de, aan het ene einde van het spectrum heb je bijvoorbeeld een modaliteit wat alleen maar het fascia aanpakt. Mm -hmm. Aan de andere kant heb je bijvoorbeeld bodybuilder wat voornamelijk op de spieren focust. Ja. Um, eigenlijk wat je, wat je uit, uiteindelijk wilt... is dat de spieren met het fascia gaan communiceren. Dus je kan, je kan dingen niet van elkaar scheiden. Nee. Of in de context van trainen... je kan niet de ene dag op kracht focussen... de andere dag mobiliteit... de derde dag op coördinatie, nee. agility. Uh, het is allemaal één ding. Dus we, we moeten ook dus. allemaal tegelijkertijd... Geconditioneerd worden. Want als, als, we naar, ja. als we naar goede sporters kijken: een top NFL-speler, een top NBA-speler, ze zijn krachtig, ze zijn explosief, ze zijn mobiel, ze zijn agile. Ze hebben enorm goede coördinatie, dus het is, het is allemaal één ding. Het is allemaal hetzelfde systeem. Allemaal hetzelfde. Het is allemaal één grote systeem van, van systemen. Ja. En precies, en dat is, exact, dat is exact wat wij proberen te doen. Alleen we gebruiken biomechanica als ingang. En vaak denkt men in mijn optiek dan, als ik daarover discussieer met mensen, uh, fysios vaak. dat het, Men gaat ervan uit als je het hebt over biomechanica, oh, je sluit dus andere modellen uit, je sluit dus andere systemen uit. Maar eigenlijk, hoe meer je erin duikt, begrijp je juist dat zoveel dingen invloed hebben op je biomechanica, maar ook andersom. Dat je biomechanica heel veel invloed heeft op andere. Uh, thema's van gezondheid. En dat is waar ik me zo hard voor wil maken. Daarom geloof ik ook dat biomechanica. het meest ondergewaardeerde. onderschatte onderdeel van gezondheid is. Um, ja, dus ik denk dat dat wel duidelijk is gemaakt. Um, ja, eens even kijken. Mm. Ik moet een beetje richting afronden gaan, maar ik zou ook nog iets van je willen weten. Wat is volgens jou. dan echt kenmerkend. aan een FP practitioner die wel echt fulltime. zijn werk ermee vult? Versus een standaard fysiotherapeut. Wat is het verschil? In de breedste zin van het woord. Wat denk je? We zijn enorm resultaatsgericht. Dat is denk ik één ding. De uh, precision. De uitvoering van de oefeningen. W wij doen echt millimeterwerk. Dus een goede, dat, waar, ja. een goede FP practitioner. Doet echt millimeterwerk. Als het om de correct backsize gaat. Dus... Uh, en we hebben echt een concreet beeld van waar we naartoe willen werken. Ja, hele belangrijk. Niet, niet in de context van: oké, okay, dit is de protocol. Want eigenlijk als FP-practitioners hebben, hebben we geen standaard protocollen. Ja, er, 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 is, er is geen onderrug protocol. Of er is geen um, schouderprobleem protocol. Eigenlijk hetzelfde probleem bij tien verschillende personen kan op. Tien verschillende manieren opgelost worden. Ja. De ene corrective exercise, wat, je, wat bij de ene werkte, werkt misschien niet zo optimaal bij de andere. Uh, uh, bij de ene kan je meer dynamisch gaan bewegen en zo kunnen ze ook van de pijn afkomen. Uh -huh. De andere heeft eerst 95% alleen maar corrective exercise nodig, dus dat kan ook heel erg variëren. Uh, maar ik denk, we hebben echt een heel concreet, concreet beeld van naar waar we naartoe willen werken. Ja, uh -huh. Dus door goede sporters, goede bewegers te analyseren. Uh, we hebben echt een concreet uitgangspunt in een hoofd. Hè? Ja, we hebben echt een duidelijk beeld hoe iemand wel moet bewegen. Ja, en dat, dat helpt denk ik enorm. Ja, dat ben ik met je eens. Wij zeggen bij ons altijd: uh, je kan alleen worden wat je kan visualiseren. Dus ik weet dat jij ook zo werkt dat mensen vaak bij ons een, een uh, huiswerkopdracht krijgen: van oké, okay, we laten eerst hun eigen video slow-mo zien in een x-beweeg-context, bijvoorbeeld op de loopband. Oké, okay, zie je dat je knieën of je heupen, je bekken, je ribben nu dit doen? Ja oké, okay, Kijk nu deze vijf video's, zie je dat zij dat niet doen en juist het tegenovergestelde. Ja, oké. Okay. Kan jij je ogen dicht doen en voorstellen hoe jij er dan uitziet? Ja. Alleen als dat beeld duidelijk is en wij samen als trainer en als cliënt zijn de, um, het eens zijn hoe de beweegpatronen eruit moeten zien. Ja. Dat is wat je bedoelt. Dan, dan wordt het echt veel duidelijker. Ja, om de klant, te klant moet bewust worden van wat zij op dit moment doen ja. en hoe het eruit hoort te zien. Verses ga maar gewoon lekker liggen. Ja. Geef je sleutels maar aan mij. Ik fix je auto wel. Ik, uh, ik doe een beetje wat met je lijf. en dan magic presto hebben we het gefixt. Dat is een ja. beetje de standaard consensus ja. in visio land. Over het algemeen niet. Maar goed, net nee, daar ben ik ook met je eens. Even hey, moeten hem af gaan ronden. We gaan uh, we gaan nog even een andere een andere sessie nog een keertje opnemen. Ik denk dat we even uh, interessant is met deze podcast. Ik wil voornamelijk men. Ik wil voornamelijk heel veel zaadjes planten om dit soort onderwerpen meer aandacht te geven. En wij zijn natuurlijk heel erg praktisch, uh, we gaan heel erg praktisch te werk, dus wij moeten dat ineens vertalen in woorden, wat sowieso moeilijk is om bepaalde concepten uit te leggen, maar ik denk dat het wel noodzakelijk is dat we dat blijven doen. Is er nog één iets wat jij bijvoorbeeld voor luisteraars, uh, misschien uh, toekomstige FP-practitioners of FP-klanten zou willen meegeven, wat voor jou heel veel impact heeft gemaakt of een inzicht die voor jou heel veel heeft betekend? Ik denk vooral voor mensen die op dit moment zoeken zijn, die misschien met klachten aan het dealen zijn of uh, andere problemen. Mm -hmm. uh, wat mij heel erg hielp, was de overtuiging dat er ergens een oplossing bestaat. Dus ook bijvoorbeeld toen ik uh, andere dingen probeerde wat niet werkte, uh, had ik altijd de overtuiging dat er iets bestaat wat me wel kan helpen. Alleen ik heb ik had het nog niet gevonden. Maar die overtuiging heeft me echt enorm geholpen. En uh, ja, uiteindelijk probeer de regels van de natuur te begrijpen. Ja, ik denk dat dat echt een mooie is. Daar werkt het wel mee eens. Dat is een mooie om mee af te sluiten. Zoals je vandaag ook eerder zei, uh, waar ik echt achter sta. De antwoorden zijn eigenlijk gewoon in de natuur aanwezig. Verstopt weliswaar. Bekijk de natuur letterlijk trager in slomo. Uh, probeer die wetten van de natuur te begrijpen. En dan krijg je een aanpassing in het lichaam wat gezondheid is. Of in de buurt komt van gezondheid. Uh, ja, man. Laat hem daarbij houden. Mooie afsluiting. We gaan een volgende sessie nog plannen. Gaan we nog wat andere onderwerpen even induiken? Ik heb niet op de tijd gelet, dus we moeten hem sowieso even afronden. Top, <laughs> maar bedankt, bedankt voor het komen. En uh, waar, kunnen ze jou, waar kunnen de luisteraars jou ook weer bereiken? Uh, via Instagram op uh, fp.deheek ja. of via functionalpatterns.deheek.com. Ja, duidelijk. Ik zal het even in de beschrijving ook delen. Top. Ja, dan gaan we hem hierbij laten. En uh, bedankt voor het komen, jongen. Dank, Dank je wel. Right. Ik moet twee uur werken. Nice.